Yo mensen, mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En dit is aflevering 2 van het project De Boot. Yeah! Oké jongens, we hebben hier de boot, maar dan moeten wij even een stuk cel onder, dus die gaan we even pakken. Oké Koeno, we hebben een hele kofferbak vol met spullen. Dit is het belangrijkste, deze doos. Precies, en we gaan straks even vertellen wat voor doos er is en wat er nou in zit. We hebben een elektrische slijptol, we hebben touw, we hebben van alles en nog wat meegenomen om die boot mooi te maken. En hij wordt heel mooi. Hij wordt heel mooi. Jongens, we hebben hier een belangrijk pakketje van polyestershoppen.nl. En deze doos zit heel veel spullen die wij nodig hebben om vandaag die boot op te kunnen knappen. Waaronder 4 of 5 van die witte pakken voor de veiligheid. Erg belangrijk. Handschoenen, maskertjes, polyester zelf volgens mij is dit. Ja, alle informatie vinden we zeg maar op de zakken. En als we niet zo goed weten wat we nou precies moeten gaan doen, moeten we even op de website kijken voor polyester shoppen. En dan wordt daar al instructie gegeven. Hun hebben ons dit mogelijk gemaakt natuurlijk, want polyestershoppen.nl heeft gewoon echt alles wat je nodig hebt om je boot gewoon te repareren. Zonder hun, ja. Maar we hebben ook nog nooit dit eerder gedaan. Nee, dus stel je zit thuis te kijken en je hebt nog nooit in een boot gezeten. Dat is hetzelfde als bij ons. We hebben wel in een boot gezeten, maar nog nooit een boot opgeknapt. Nee, en hun leggen gewoon alles uit op filmpjes, maar dat laten we straks allemaal zien. En we hebben gewoon ontzettend veel gekregen. Er staan ook linkjes hieronder in de beschrijving wat wij nou allemaal precies gebruiken. En ja, 2 maskers. 2 echte 3M maskers. Ja, veiligheid sowieso, want er zit ook nog gewoon een bril in. Oh ja, en eventjes over veiligheid gesproken. 18 plus. Dus als je wil bestellen, ja, zorg dat je 18 jaar of ouder bent. En als je het wil gebruiken, doe dat met iemand die volwassen is. Zeker. Die je daarbij kan helpen. Het is erg leuk om ermee te spelen, of tenminste mee te spelen, mee te klussen. Maar zorg dat er iemand bij is die wat ouder is. Ik zeg eerst eventjes dit helemaal schoonmaken. En dat gaan we met een plamuurmes doen. Schrapen we alles eraf, gooi weer vuilniszakken. Dit ook schuren, al die mossels eraf. Yep, dus laten we eerst eventjes gaan plamuren. Oké jongens, we gaan nu alles eraf halen. Alle mosselen en alle grove stukken. Dus let's go! Oké jongens, wat ook in het pakket zat was een hulpstukje voor op een slijptol en een soort van schuurpapier wat je op dat hulpstukje kan doen. Nou, dat ziet er dan als volgt uit. Dat ziet er uiteindelijk zo uit. Zet je op een slijptol en dan kan je zo die hele boot helemaal clean maken. We hebben ook een masker erbij gekregen. Dat is natuurlijk om al die fijnstof niet in te ademen. Wij doen altijd vrij weinig met maskers en zo, maar je merkt gewoon echt dat het echt niet goed voor ons is. Dus dat hebben we er ook allemaal bij. Veiligheidsbril, alleen even geen gehoorbescherming, want die waren we vergeten. Maar dit is wel het belangrijkste voor je gezondheid, dus ga flink even aan de slag. Wat een herrie. Nou, je ademt hier non-stop doorheen. Dus je kan nu gewoon schuren als een gek. Volgens mij kan je nu zelf een brandend huis in. Schuren! Schuren! Moet je kijken jongens hoe goed dit werkt. Dit is gewoon echt, echt strak. Als je dit gaat doen, zorg wel even echt dat je iets van maskers of bescherming hebt. Want ik zit helemaal onder en ik kom echt warm in mijn gezicht. Dat is niet normaal. Dus zorg eventjes dat je wel even goed beschermd bent. Want dit wil je echt niet inademen. Want dit is echt fijnstof. Ja, dat is echt niet goed voor je. Dat is echt niet goed voor je. En ik zit helemaal onder. Maar ja, mijn kleding maakt niet uit. Maar daar hebben we eigenlijk nog pakken voor. Dus die zouden we ook nog aan kunnen doen. Koen gaat ervoor. Die gaat zo'n pak aantrekken. Want hij wil zijn mooie shirt niet beschermd. Ja, ja, beschadigd. Ik ken ze. 3, 2, 1. Oké, let's go. Koen, je hebt maskers in je hand, waarom? Ja, kijk, ik heb net het filmpje gekeken van stap 1, 2, 3, 4, 5, hoe de boot moet. Maar dit zijn dus dampmaskers. Voor de dampen van de sterke geur om het straks in te smeren met polyester. Maar niet dus om te slijpen. Toen gingen we verder kijken. Vonden we keurig. 2 schuurmaskertjes. Of stofmaskers, denk ik. Maar ik denk dat allebei wel werkt, hoor. Ja, zeker. Maar gewoon, wij vinden deze gewoon cool, dus daarom hadden we hem op. Ja, daar. Ik zie er gewoon vet uit. Oké jongens, even een update. Koen is lekker aan het schuren nog steeds. Ik heb net ook even eten gehaald, maar we zijn best wel ver. We wisselen steeds om, want je krijgt best wel een beetje last van je rug. Dus dan moet je even omwisselen, anders ga je het overbelasten. Maar kijk, Koen is lekker bezig, want we hebben echt een mega groot deel gedaan. Dit is allemaal geschuurd. Kijk hoe netjes. En het ziet er echt super mooi uit. We zijn al wat meer gaten tegengekomen. Je ziet wat scheurtjes en dingetjes. Dat kunnen we straks allemaal fixen met dat polyester.
Dan kunnen we daar allemaal een matje, maar dat leggen we straks allemaal wel een beetje uit hoe we dat doen en hoe je dat een beetje moet doen. Wij weten natuurlijk niet echt precies hoe alles werkt, maar ja, daarom kan je dus die filmpjes kijken. Als je allemaal vragen of dingetjes hebt, dan moet je gewoon zo'n filmpje kijken en dan kom je er gewoon achter van oké, het moet sowieso, want dat moeten wij ook doen. Dus het kan zijn dat wij bepaalde dingetjes fout doen, dus ze gaan niet helemaal uit hoe wij het eigenlijk doen. Want wij zijn gewoon boeren die gewoon maar wat doen en ja. Het is zover jongens, we gaan de boot omdraaien. Hij is best zwaar de boot, maar met z'n tweeën lukt dat zeker. Nou, Koen is de boel eruit aan het slopen. We hebben te horen gekregen van Polyester Shop dat we het hout er ook uit konden halen. Nou, dan pakken we een hamertje. Slopen we al dat hout eruit. Onderkantje komt een schuimlaag in. We hebben een hele mooie bodem. En wij hebben nog wat ideeën om een vloer te maken. Maar dat gaan we nog niet vertellen. Maar dat wordt wel heel mooi. De kleuren weten we eigenlijk ook wel een beetje. Ja. Maar dat laten we later wel weten. Maar in ieder geval, dat wordt echt... Ik denk dat hij geel was eerst. Dat denk ik ook. Maar die moeten we nu helemaal op gaan schuren. En dan... Heel veel werk hoor. Is echt veel werk. Daarna zetten we hem daar zo neer. Want daar staat een camera op, zodat mensen niet onze boot kunnen jatten. Precies. Oké, jongens, we gaan weer slijpen. Want wat gaan we namelijk doen? Kom eens mee. We hebben hier een stuk, dat is kapot, kijk. Maar we willen dit repareren, maar het is echt een heel klein stukje. Dus ja, en wij willen hem natuurlijk mooi strak... Oh! Oh! Ik emmetjes, zo die schreeuw. Maar, daar was ik gebleven. Wij gaan dit hele stuk eruit slijpen. Zo'n mooi vierkantje en dit eraf slijpen. Want dan is het wat makkelijker, denken wij, om het te repareren. Zo niet hebben we het verneukt, maar hebben we het wel geprobeerd. Dus we halen dit eruit en dan gaan we hem opnieuw repareren. Ik zou ook deze kant eraf chappen. Ja, dat sowieso. Die gaat er als eerste af. Ja. En daarna komt hier een mooi inhammetje in. En dan gaan we het helemaal mooi met polyester, want we hebben genoeg polyester om zowat de halve boot weer opnieuw te maken. Dus dat stukje kan er ook wel bij. Nou jongens, ik heb lopen slijpen als een malle. Let op. Het is altijd even spannend, dat is iets slopen, wat je eigenlijk weer moet gaan maken, maar goed. Ik vind wel dat je er een gevaarlijk groot stuk uit hebt gehaald. Ik heb ruim genomen. Je hebt het echt ruim genomen. Ik heb heel leuk. Maar weet je waarom? Er zijn ook wel scheuren eromheen zitten. En nu dacht ik, nu kunnen we hier zo'n heel mooi plakkaatje, pap, kartonnetje. Dat doen we goed, jongen. Hoppakee. Let maar op. Nou jongens, ik ga dit hele gedeelte schuren. Dat Sven straks een malletje kan maken om hem hier tussen te zetten. En dan kunnen we hem helemaal polijsten, of hoe heet dat? Polyesteren. Polyesteren, dat woord zocht ik inderdaad. En dan is hij weer als nieuw. Wat is polyesteren? Wij gaan lekker samen polyesteren. Ah ja, tuurlijk. Wij gaan lekker samen polyesteren. Ik polyester, jij polyester. Wij gaan samen polyesteren. Precies. Nou, we hebben een cursus polyester. En dan ja, wordt allemaal mooi, hoor. Je hebt er zin in. Gaan we die gaten ook allemaal dicht polyesteren? Tuurlijk. Gat erin maken zo. Goed. Toen heeft de boer over opschuren. Kijk, hieromheen is het ook helemaal netjes nu. Daarna moet ik het gaan ontvetten. Daar hebben we speciaal spul voor gekregen. Of tenminste, speciaal spul. Het is gewoon aceton. Maak hem helemaal schoon met aceton. Helemaal ontvetten. En daarna gaan we het middeltje maken met polyester. Dat is gewoon een x-aantal wat je nodig hebt. En daarna meng je dat met 2% verharder. Daarna ga je met polyester eroverheen. Dan maken we een malletje van karton. Maar jullie gaan nu alles zien hoe ik dat ga doen. Oké, ik heb hier nu een kartonnetje. Die plak ik eventjes zo. En dan kan ik hem nu helemaal mooi. Oh, dit wordt wat hoor. Ja, netjes toch? Dan gaan we Sven even zijn dammaskertje op. Ja, want als je dit doet, dan moet je dus eventjes jezelf eventjes beschermen voor die gassen. Zo. Maar jullie verstaan me bijna niet. Het enige wat ik nu ga doen, is dit spul hierin doen een beetje. 2% verharden erin. En dan met een kwastje een beetje roeren. Of tenminste, met dit dan, met zo'n ding. En dan met een kwast kan je het zo aanbrengen. Polyester, aanbrengen, polyester. Blijf een mooie auto. Ja, chirurgeutje. Maar dat gaan we nu eventjes doen en dan is hij straks helemaal mooi. Alles wat ik aanraak is ter plekke vastgeplakt. Oké, daar gaan we. Eerst eromheen, hè. Hoppakee. Kijk jongens, dit is het hem dan geworden. Het is de eerste keer dat we dit hebben gedaan, jongens. Ja, dat jullie ons pesten. Nou, dit is de eerste keer dat we het hebben gedaan. En kijk hoe het eruit ziet. Ja. Ik weet niet of het mooi is of netjes, maar ik weet wel dat we dit uiteindelijk eraf moeten slijpen. Schuur of weet ik veel wat. Oké, jongens, tot onze verbazing is dit spul keihard geworden. Koen die komt eraan met zijn chemicalische spullen. Woehoe! En okay. Dan, ja, maar ik 2% hè? 2%. Stop! Hoppakee. Dat is genoeg. Nou, dan gaat hij roeren en dan heb je wat moois. Maar dit is gewoon droog al. Ja, dat is keihard. Ik hou even afstand, want de wind staat mijn kant op. Wij gaan dat ding daar doorheen brengen, onderkantje, en dan is het tijd om te eten. Ah. Zoals jullie gezien hebben, hebben we de boot ondersteboven. Maar kijk even, als je nu filmt, dan denk je van, ah, dit bootje, hij is af. Ja,
Maar hij is helaas nog niet af. Nee, we moeten nog best wel veel aanpassen. Ja. En het gat moeten we dichtmaken. Dat gaat Koen nu doen. Oh, ga ik dat doen? Ja, jij bent er goed in, vind ik. Oh, zo. Nou. Want, dus, ik plak aan alle kanten, ik zit overal vast. Het was een klein gaatje, maar het is toch een aardig gat geworden. Doordat al het onnodige weg is geschuurd, wordt het nu weer mooi. Koen gaat er allemaal fixen, ik ben benieuwd naar het eindresultaat. Ik zit er behoorlijk wat lagen op. We hebben het er lekker dik op gedaan. Nu nog helemaal met dat spul. Met het... Deze ook nog, hè, eigenlijk. Oh ja. Zie je? Daar zie ik nog wel doorheen. Ja, die moet inderdaad nog wel goed dicht. Als het goed is, is hij nu gewoon waterdicht. Ja, als dus hij droog is. Onze missie is voltooid. Hij is nu geschuurd. Hij is nu waterdicht. Dus ik zeg high five, Koen. We hebben echt, het is kapot laat. Het is etenstijd, iedereen gaat naar huis. We waren hier in de ochtend. Ja, we zijn echt uren bezig geweest. Nou, na ongeveer, wat zal het zijn? Hoeveel uren hebben we hier aan gewerkt nu? Meer dan 10 uur, denk ik. Makkelijk. We hebben meer dan 10 uur nu gewerkt aan de boot. En je ziet gelukkig al vooruitgang. Dit worden lange video's voor ons, maar geef ons even een like als je dit ook super vet vond. Volgende keer gaan we een bodem erin maken. En dan wordt het een kleur. En dan een interieur. En dan een motor. Oh, mensen. Ach. Wordt heel vet. Mensen, bedankt voor het kijken. Later. Later.